voorzitter. Heel hartelijk dank ook namens mijn vrouw voor uw vriendelijke welkomstwoorden. We zijn erg graag naar Nieuwikswoud gekomen op deze zaterdagochtend. Omdat hier vandaag onze campagne voor de statenverkiezingen van start gaat. En het is altijd plezierig om dat startschot te geven. We zijn met extra plezier naar West-Friesland gekomen. Omdat u hebt een aantal karaktereigenschappen, meneer de voorzitter, van de West-Friezen genoemd. Misschien geen karaktereigenschap, maar in ieder geval ook een daadwerkelijke ontwikkeling is. Ook dat hebt u gereleveerd. Dat onze partij in dit gebied zeer aanzienlijk aan het winnen is. En ik ben dan ook erg blij dat wij hier vandaag in dat gebied, waar de VVD duidelijk sterker uit de bus gaat komen, aanwezig kunnen zijn. Morgen, heren. Morgen, Jan. Morgen, Jan. Morgen. Dag, Jan. Maar dan weer, wie geeft het, René? Alles goed? Ja, dat is prima, is dat. Ja, goedemorgen met Jan Loogs hier. Mag ik u benoemen? Ja, met Loogs hier mag ik u benoemen. Ja, Huub, goedemorgen. Hoe is het? Alles goed, Huub? Ah, dat is fantastisch. Wat voor rubriek maakt u? Ik schrijf de rubriek Limburg Persoonlijk op pagina 2. Ja, Limburg Persoonlijk, dat is een human interest rubriek. Kijk, dit is het verhaal, is dat dus. En daar staat een foto van die meneer. Nou, dan zal ik een klein stukje voorlezen. Ik zal het maar niet helemaal voorlezen, dat uiteindelijk is het hier geen declamatieschool. Jan Peulen, hard werken en succes in de watersport. In het raaicomplex te Amsterdam, waar de Hiswa nog steeds volop aan de gang is, lagen honderden jachten. Op hoogglans gepoetst, trots te glimmen en mooi te zijn. Aan hun element, het water onttrokken, lieten deze diva's die zich op binnenwater even prettig voelen als op hoge zee, eigenlijk meer zien dan de normale sterveling ooit te zien krijgt van een schip. Kijk, en dat is dus mijn aanhef, hè, dan. Fiets ik zo door en dan kom ik dan op een gegeven ogenblik dan op mijn man. Ik wil u dat nog eventjes, dat aanhefje, nog eventjes doorlezen. Dan ziet u, dan merkt u de intrigue wel. Daar waren de vrije tijdskapiteins en de amateur zeeberen met door het zilte water en de wind gelooide gezichten en hun dames die zich bewogen met de losse elegance en de superieure onverschilligheid die men verkrijgt door langdurig oefenen of door het niet op de hoogte zijn van het bestaan van een minimumloon. Wat is dit voor tekening? Nou, dat is een tekening is dat uit onze carnavalskrant. We geven elk jaar geven wij een carnavalskrant uit. En nu hadden we hier in Roermond hadden we het geval dat kort voor carnaval drie nogal prominente mensen uit de heersende partij, de katholieke partij, dat die tot het gezond verstand zijn bekeerd en zijn overgegaan naar de VVD. Dit is, hier heb je de heer Breukel, Stef Breukel, dit is Tom Hoefwijk, dat was wel de prominentste van het trio. En dit is John Hendricks, is dat. En deze dame, die ken ik helaas niet persoonlijk, mag ik wel zeggen. Ja, en de tekening, die beeld dan uit, de gedachten is, zij zien het beloofde land of zoiets, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Onze partij staat voor een geweldige taak. We moeten oppositie voeren tegen een overmacht in de Kamer. We moeten in de tweede plaats verwoorden niet alleen wat onze eigen kiezers vinden, maar ook wat er leeft bij kiezers van andere partijen. Ik denk dan met name aan de confessionele. En we moeten drempels wegnemen. Want je kunt wel stemmen winnen om leden te winnen, om mensen ertoe te krijgen dat ze bewust kiezen voor een andere partij. Zich in die andere partij ook thuis willen gaan voelen, daar is veel meer voor nodig. Onze partij is in 1 jaar tijd uitgegroeid van 38.000 naar meer dan 70.000 leden. Dat is mooi, omdat daar vertrouwen uit spreekt. Maar het moeilijkste komt nog.
Ik ben John Hendricks, directeur van Henzo, luxe papierverwerkingsindustrie. Komt u binnen? Zo, zal ik u even een kijkje laten nemen bij de producten die wij vervaardigen? Zo, hier ziet u het een en ander. Hier ziet u een assortiment van onze collectie. Kunnen we eventjes vlug erheen lopen. Ben ik, ja. Bij de opening van Orangerie in Roermond was dat een leuke gelegenheid om, om dus ook de koningin dus een keer te ontmoeten. Het was vrij prettig. Ik was er als gemeenteraadslid. Zijn wij dus allemaal voorgesteld geworden bij die gelegenheid. En dat was, Voor welke partij? Voor KR. Dat is een, eigenlijk geen politieke partij, maar dat is dus een samenwerkingsorgaan van verschillende christelijke partijen hier dus in Roermond. Je bent bekeerd, zo gezegd. Ik ben bekeerd naar de VVD. Nou ja, bekeerd. Er zaten dus al enkele tappen. Nou, hier zie je dus de productieafdeling. Zullen we dus doorlopen en dan heb je dus een beetje indruk van het artikel, hoe het vervaardigd wordt. Hoeveel man personeel heeft u? Er werken in dit bedrijf ongeveer 70 à 80 mensen personeel. En, het is nog een leuke band, het is nog niet zo groot, dus het harmonieert nog vrij aardig tussen verschillende afdelingen. Als het product dus klaar is, hier ziet u dus het eindproduct. Ze komt het dus verpakt door de machines. En het komt er helemaal strak, als mooi artikel komt het eruit. Alles bij elkaar staat er plus minus 5 kilometer aan fotoboeken. Achter elkaar. En receptiealbums en gastenboeken. Zo hier, op die deur. Gaat u zitten. Dit is de directiekamer? Ja, dit is de directiekamer. Die wordt zowel door mijn broer gebruikt als door mij, want meestal zijn we toch door het bedrijf aan het rondwandelen en aan het werken. Bent u een trotse en tevreden bezitter van dit bedrijf? Ik ben een trotse en tevreden bezitter van het bedrijf, wel, ja, zo mag je toch wel zeggen. Trots, waarom? Nou, omdat je er dus een klein aantal jaren dus er toch gepresteerd hebt om dit te bereiken. Wat uiteindelijk toch wel moeilijk is om tussen andere bedrijven in die al deze artikelen voerden, om daar toch een markt te veroveren. Wat is nou de toekomst van zo'n bedrijf? Kan het nog uitgroeien naar iets? Heeft u nog andere ambities? Jawel, we hebben nog andere ambities en we hebben nog grond hierachter liggen waar we dus nog behoorlijk wat uit kunnen breiden. We hopen dat het dus allemaal voor de wind gaat en dat we dus nog een behoorlijk stuk kunnen uitbreiden. We zitten in ieder geval wel in de gedachte al om een uitbreiding dus te projecteren. In welke richting? Ook dus in de papierverwerking. En dus daar langs ook in de lederwarenverwerking. En dan? Zullen we weer zien wat dan eigenlijk dus de markt vraagt. En kijken of we aan die vragen kunnen voldoen. Want die krijg je dus elk jaar krijg je dus weer steeds nieuwe artikelen. En... Maar waarom wenst u dat? Om een monopoliepositie eigenlijk zo'n beetje te creëren. Waardoor je dus niet zo afhankelijk bent. En je eigen productie dus in handen hebt. Waardoor je niet van derden afhankelijk bent. Ik bedoel, we betrekken dus nog verschillende halfproducten ook nog van derden. En zolang als je er dus in eigen handen hebt, ben je niet zo kwetsbaar. Hoe vond uw vader het eigenlijk dat u advocaat wilde worden? Nou, aanvankelijk niet zo erg leuk. Hij had gehoopt dat ik hem op zou volgen als kinderarts. Maar
Mijn interesses gingen meer in het hulp bieden op een ander terrein dan op het medische terrein. Hoe was eigenlijk uw studietijd? Mijn studietijd is... ik heb een fijne tijd gehad. Er zijn natuurlijk weinig colleges als juridisch student. En ik studeerde in Amsterdam en had dus veel tijd om andere dingen te doen. Naar concerten gaan, films gaan, toneelvoorstellingen gaan. Ook biljarten en met vrienden uitgaan uiteraard. Mm-hmm. Wanneer was dat? Dat was in de 30er jaren, 5, 6, 37 in die buurt. 38. Hoe keek u eigenlijk toen tegen de wereld aan? Als een onbezorgde, prettige student. Die van zijn vader het bericht had meegekregen, je hoeft niet al te snel te studeren. En kijk maar eens in de wereld rond. Want als je eenmaal gesetteld bent als burger, dan kun je allerlei dingen die niet meer doen, die je nu wel kunt doen. En wat heeft u toen ervaren in die tijd? Hoe is u de wereld toen ervaren? Nou, de wereld toen ervaren, ja, als een interessante samenleving met onnoemelijk veel aspecten waar je als student mee wordt geconfronteerd. En nu je toch wel meehelpen om je nodige levenswijze uit te geven. Ik wil om te beginnen iets vriendelijks zeggen. Ik geloof dat dat wel past. Het was 38 ongeveer? In die buurt, ja. Ja, ik zou in 40 afstuderen en toen is dus de mobilisatie en de bezetting is ertussen gekomen. Toen heb ik me nogal enthousiast in de illegaliteit gestort. Dat heeft wel enige hindernissen opgeworpen. Hoe bedoelt u? Nou, ik heb anderhalf jaar gevangen gezeten met een doodvonnis van het Kriegsgericht van de Luftkou, Holland, België, Noord-Frankrijk, wegens het transporteren van piloten. En dat heeft natuurlijk gemaakt dat ik geen examens meer kon doen. Bovendien moest je aan de gemeentelijke universiteit in Amsterdam een loyaliteitsverklaring tegen jegens de Duitsers. Toen zag de wereld er wel anders uit. Toen zag de wereld er anders uit, ja. Het was nogal een schokreactie die ik heb meegemaakt toen. Van zo van onbezorgd student die voor zijn doctoraal zit en dan vervolgens ineens in het huis van bewaring in Amsterdam in een donkere cel terechtkomt. Dat was inderdaad een grote schok. Wat voor soort provinciaal bestuur krijgen we overal? De VVD heeft in de meeste provincies de afgelopen jaren... Heeft u ook het beest in de mens bij u ontdekt? Jawel. Je komt op een gegeven moment onder omstandigheden dat je morele en ethische principes, hoe mooi die ook zijn, dat je die niet meer of nauwelijks meer waar kunt maken. Dat is een kwestie van een ellendige honger, een kwestie van jij of ik. En dan zijn we toch allemaal zo egoïst en daar ben ik bepaald geen uitzondering in, dat je zegt, nou dan ik. Hè? Ik de boterham en jij niet. Hè? En ik het kruimeltje brood en jij niet. Dat is een tragische gewaarwording, dat je zelf ook zo ver kunt komen. Dat onder bepaalde omstandigheden jezelf toch, laten we dan maar dat zo zeggen, dat laagje beschaving eraf gaat. En dat dan dat beroemde geprogrammeerde zoogdier overblijft. Dat ben ik zelf ook geweest. Is dat niet een schok als je dat bij jezelf ontdekt? Ja. Dat kan überhaupt? Op het moment is het een schok, later hou je er rekening mee. Je weet dat wanneer je onder bepaalde omstandigheden hebt te leven, dat je dan verandert en dat je instellingen verandert en dat je begrippen van mijn en dijn ook die veranderen. Eigenlijk bent u nu een bevoorrecht mens, hè? Ik ben een bevoorrecht mens. Zo voel ik het zelf ook wel. Bevoorrecht omdat ik door de huiselijke omstandigheden de gelegenheid had om een academische studie te volgen. Bevoorrecht omdat ik, zoals ik het nu zeg, die bezettingstijd heb mee mogen maken die me veel geleerd heeft. En bevoorrecht omdat dus mijn werk ook mijn hobby is. Ik vind het fijn om mensen te helpen. En dat kan ik in mijn omgeving. En dat is om die redenen voel ik me wel bevoorrecht, ja. En daar wil ik graag anderen in mee laten delen in die bevoorrechting. Wordt u nou tot de notabelen van Roermond? Ach, notabelen, dat is een beetje een moeilijk woord. Ik voor mezelf geloof niet dat ik tot de notabelen behoor. Ik kan met alle lagen van de bevolking van Roermond bijzonder prettig omgaan, moet ik zeggen. En ik heb er een hekel aan om in een bepaald laadje geschoven te worden. Dat doet me onaangenaam aan. Maar een laadje, dat zal men doen, hè? Men schuift mee in een laadje, ja, en daar ben ik niet erg gelukkig mee. Men spreekt je ook aan op de wijze dat je, hè, dat men je laat voelen van jij zit in een bepaald laadje. En dat vind ik niet prettig. Of wat zijn ik ben gewoon een Roermonds burger en ik wens met iedereen op gelijke voet om te gaan, wie het ook is. Maar wat zeggen ze dan bijvoorbeeld? Nou, dan je hebt er zelfs een hele deftige caféhouder die zegt dan maître als ik binnenkom. Dat klinkt natuurlijk erg mooi, maar ik voel me altijd een klein beetje gegrepen. En in het zuiden is het woord meester van heel te, je zei altijd meester. In plaats van meneer. En dat vind ik ook iets wat me niet prettig aandoet. Wat zou je moeten wezen of moeten doen als notabel?
Och, als notabel moet je natuurlijk veel meer officiële gelegenheden bezoeken. Je moet bij openingen zijn, bij recepties, bij zoveeljarig bestaan van allerlei verenigingen. En ik vind dat ik het een hele week zo druk heb dat deze beurt laat ik liever voorbij gaan. En die weinige vrije tijd die ik dan ter beschikking heb, dan ga ik liever aan mijn eigen hobby's. Wat zijn uw hobby's? Mijn hobby's zijn in de eerste plaats zeilen, zwemmen, roeien. En dan 's winters dan zwerf ik hier nogal in de bossen en daartussendoor verzamel ik postzegels en film ik. Maar meneer de voorzitter, het is niet alleen zo dat op het terrein van de belastingen we gelijk hebben gekregen. Dat we op het terrein van de zelfstandig gelijk hebben gekregen. Dat er blunders zijn gemaakt en dat beloften niet zijn nagekomen. Het is ook zo dat op een zeer wezenlijk punt in de Nederlandse politiek op dit ogenblik, het vraagstuk van de machtigingswet, dat wij gelijk aan het krijgen zijn. We hadden in dat tijd drie bezwaren tegen die wet. Het parlement buitenspel, loonwet in kerstverpakking, woorden van de heer Van der Denne, en de mogelijkheid tot het berijden van stokpaarden. Meneer de voorzitter, uit alles blijkt dat de regering inderdaad het parlement buitenspel wil zetten. Denkt u aan de advertentie van de Partij van de Arbeid? Een dag na de behandeling in de Tweede Kamer weer werd gezegd, de machtigingswet is erdoor. Dat er nog een Eerste Kamer bestond, was men vergeten. Jij naar buiten, hè? Lieve poes, hou je ventje samen naar binnen, hè? Lieve droppenkop. Ach, schat van een kat. Hè? Kom maar. Kom naar binnen. Hè? Goedemorgen. Waardag heren, bent u daar? Ik ben mevrouw Adriaans, ik ben de secretaresse van de Statencentrale Roermond voor de VVD. Een drukke baan. Ja, in dit verkiezingsjaar kun je wel zeggen dat het bijna dag en nacht werken is, hè? Niet letterlijk natuurlijk helemaal. Maar het is niet uw enige functie, hè? Nee, oh nee, goddank niet. Ik zou niet van de VVD alleen kunnen leven, hoor. Dat is mij een beetje te eenzijdig. Wat doet u nog meer? Ik ben ook bondsraadslid van de Nederlandse Consumentenbond. Ik ben op het ogenblik nog, maar dat is nog maar zeer kort, vicepresident van het provinciaal bestuur van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Daar heb ik 7-8 jaar in het bestuur gezeten. Ik ben secretaresse, penningmeesteres en excursieleister van het Limburgse Schiet- en Oudheidkundige Genootschap. En dan ben ik verder nog penningmeesteresse van de stichting Oud Roermond. En ik heb ook nog het UNICEF-comité hier in Midden-Limburg. Dat heb ik hier opgericht. En op het ogenblik verzorg ik daarvoor de publiciteit, de kaartenverkoop. Ik zorg dat er depots zijn waar kaarten gebracht worden. En dat de mensen die kaarten dan weer verder kunnen verkopen. Ja, en buiten dat ben ik natuurlijk ook nog echtgenote, hè? En moeder? Nee, kinderen hebben wij niet. Als je pas getrouwd bent, vind je dat natuurlijk erg. Want je wil samen iets van jezelf hebben. Maar als ik nu kijk hoe mijn leven nu is, hè, met al die interessante contacten, het is wel organiseren, maar je hebt toch altijd wel met mensen te maken. Hè? En is dat wel zo aantrekkelijk, het verruimt zo enorm je leven, de contacten die je ook hebt, dat als ik nu een bewuste keuze zou moeten maken, hè, aan het begin van je huwelijk, een leven met kleine kinderen, of een leven zoals dit met alle afwisselingen en zo, dan zou ik toch bewust voor dit leven kiezen. Is dat niet, ja, ik weet het niet. Ik kan me voorstellen dat elke vrouw dat wel wenst, hè? Kinderen bedoelt u? Ja, natuurlijk. Je bent gewoon abnormaal als je geen kinderen zou wensen ergens, hè? Maar gezien de moeilijkheden die er tegenwoordig ook zijn, hè? En van de andere kant, mijn man die is conrector op het Ursula Lyceum. Er zitten 1200 leerlingen. Nou, vele kinderen zijn hier kind in huis, hoor.
met hun problemen en hun moeilijkheden. Dus wat dat betreft krijg je er toch wel mee te maken. En u heeft de poes. En wij hebben de poes. Dat is absoluut waar. Die poes die is gewoon een onmisbaar stuk hier. Hoe vindt u die verantwoordelijkheid eigenlijk voor, vanwege al die functies die u heeft? Ja, de ene keer valt het mee en de andere keer valt het tegen natuurlijk. Want ja, ook in zo'n verkiezingsjaar natuurlijk, er ontstaan toch altijd wel eens moeilijkheden. En dat zijn altijd mensen en personen die erbij betrokken zijn. En daar moet ik nog wel eens aan wennen, hè? Dat je personen en zaken uit elkaar houdt. Hè? En dat is soms heel erg moeilijk voor mij, dat kan ik u wel zeggen, ja. Raakt u daar van overstuur of zo? Of, Och, overstuur. Maar dan ben ik toch wel een dag of twee toch wel uit mijn doen, hoor. Maar dan is het wel over. Dan ben ik er wel overheen. Dan heb je het wel weer zover kunnen relativeren. Ja, je moet tenslotte, hè. Want tenslotte is het leuk werk. Het leuke komt dan toch wel weer helemaal terug, eigenlijk. En dan luister ik maar weer eens naar de zesde van Beethoven. Dan kalmeer ik vanzelf. VVD'er die kunst maakt? Ja, misschien een beetje gek, maar het gebeurt wel blijkbaar toch ook binnen de VVD. Wat voor, wat bestelt het voor? Wat stelt het voor? Nou, dat is zwanger vrouwen. En ja, dat werken met die ronde vorm, we proberen te zoeken naar op een heel eenvoudig thema uitwerken verder in ronde vorm. Dat heb ik geprobeerd consequent te doen en ook meerdere van dit soort dingen. Gramineeën staat daar? Gramineeën. Dat is mooi. Ik heb die dingen gemaakt. En ik was aan het zoeken naar een woord. En nou is gramineeën, ik heb dat in de encyclopedie opgezocht. Het is een verzamelnaam van allerlei grassoorten. En die gras is iets heel fijns eigenlijk. Wat je, iets heel gewoons, wat vanzelf groeit. En ik vond het leuk om juist dat woord dan te gebruiken in de serie. Waarom maakt u het? Omdat ik het fijn vind. Ik vind het fijn om het te maken. Ik heb er hobby en plezier in. En het nogmaals, zonder pretentie. Ik hoop dat de mensen het fijn vinden. En dat vind ik het belangrijkste. Verkoop je ze? Ik verkoop ze ook, ja. Voor hoeveel? Nou, ik heb ze in het begin weggegeven. Omdat ik blij was dat mensen ze leuk vonden. Maar later moest ik er zoveel gaan maken dat ik ze ben gaan prijzen. En deze kostte 125 gulden. Waarom bent u... Niet voor iedereen. Oh. Waarom bent u lid van de VVD geworden? Van de VVD ben ik al 7 jaar lid vanaf mijn studententijd in Tilburg. Omdat ik de beginselen onderschreef in die tijd al. En daarna heb geprobeerd dat consequent ook in de praktijk te brengen. Enerzijds als levenshouding, waarvan ik vind voor mezelf dat ik verplicht ben... Omdat je nou eenmaal in een kapitalistische, neocapitalistische maatschappij leeft, aan jezelf in eerlijkheid te kiezen. Dat je dus gewoon ook wil dat huisje en die auto en dat hogere salaris misschien. En dat je daar ook hard voor wil werken. En dat zijn dingen die ik wel erg belangrijk vind. Ja. En die materiële voordelen biedt u de VVD? De VVD biedt mij geen materiële voordeel nog. Ik werk zelf graag in andere beroepen, maar dat is wel natuurlijk, dacht ik, een belangrijk uitgangspunt en standpunt. U zegt nog niet? Nog niet. Misschien dat ik een keer binnen de partij op salarisbasis bezig kan zijn voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En niet... als liberaal bezig kan zijn in de politiek. En dat probeer ik te bereiken. Daar ben ik voor bezig, ja. We houden niet van loze kreten. We lopen niet te koop met onze sociale gevoelens. Ik heb daar met uw voorzitter ook altijd persoonlijk moeite mee... als ik praat over sociale politiek. En als ik dan soms luister naar sommige andere politici van andere partijen...
die grote verhalen doorhouden over de sociale rechtvaardigheid, het ligt ons niet zo. Wij voeren ons sociaal beleid zonder ophef. Wij brengen ons sociaal gevoel in de praktijk. En we beloven niet wat we niet kunnen waarmaken, meneer de voorzitter. Ik geloof dat de Partij van de Arbeid het omgekeerde doet. Mooie programma's. Mooie woorden over de sociale problemen. Over de woningbouw. Over het regionaal beleid. Over de werkloosheid. Maar meneer de voorzitter, en dat is de conclusie die ik al eerder trok, als het op daden aankomt, blijft de Partij van de Arbeid in het gebreken. Als het beleid van kabinetten met VVD erin en met de Partij van de Arbeid erin wordt vergeleken, winnen wij het op basis van concrete vergelijking. Dat is het verschil tussen kretenpolitiek van onze tegenstanders en dadenpolitiek van ons. En wanneer ik nu mijn vriend, die nog 66 jaar geworden is, toespreek. Jan, we zijn zo langzamerhand, als je boven de 65 bent, een beetje rustiger geworden. En dat laffe gezuip met die jenever en het bier, hè, dat doen we niet meer. Wij drinken een rustig glaasje wijn. À 66 ans, on ouvre la bouteille, mais on ferme le pantalon. Ja, pas tot rekening leven we hier in een vrij land. Wij gaan stil door, Jan. Still going strong. Lang zal leven, lang zal leven, lang zal leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep, hoi, hiep, hoi, hiep, hoi. Waarom riep die meneer daar in het midden hiep, hiep zo even? Ja, dat is de hieper van de kegelclub. Dat is onze vaste hieper. Hij heeft een wereldreis gemaakt en nadat onze vorige hyper, die had een stentorstem, overleden was, is hij nu vast aangesteld voor hyper. En wat bent u? Ik ben jong maatje hier. Ik ben een van de jongste leden. En dan begin je hier achteraan de tafel. Oh, nou, dat gaat naar anciëniteit? Ja, dat gaat naar anciëniteit. In die zin, of ook naar functies. Uh-huh. De president zit daar rechts. Ja. En dan krijg je dus daartegenover zit de secretaris. Daarnaast zit de wedstrijdleider en daarnaast zit de penningmeester. Wat is nou het leuke van zo'n mannenclub eigenlijk? Nou, het leuke is dus dat je elkaar eens kunt zeggen waar het op staat. Wij hebben ook ballotage in onze club. En dat betekent dus dat van tevoren een beetje gekeken wordt of je in die club past. En geen vrouwen erbij? Geen vrouwen erbij. Vrouwen brengen altijd weer iets van een ander element in zo'n club. Je praat dan niet zo vrij uit als wanneer vrouwen erbij zijn. Het lijkt een beetje op een studentenkoor, hè? Ja, het is misschien nog wel, heeft het wat reminiscenties aan oude studentenmores. Het is ook een heel oude club. En er zitten wel een aantal mensen bij die eens een blauwe maandag gestudeerd hebben. En u? Zelf heb ik ook wel een paar dagen in de Alftoor gebracht. En er bestond ook een mores? Ja, zeer veel, dacht ik. Die studentenleven in die tijd speelde zich veel buiten de maatschappij af. Niet dat wij niet wisten wat er in de maatschappij omging, maar bewust sloten we ons misschien wat af. Dat was een soort, misschien wel, niet dat wij de maatschappij zo eigenlijk wilden weren of buiten ons wilden houden, maar wel in ons vertier. Dat is jammer dat nu eigenlijk in het huidige studentenleven er wat ingeslopen is. Welke regels zijn er? Een van de voornaamste regels vind ik dus dat als je jarig bent, of als je naamdag, dus in Limburg en Oost-Brabant sterk, je naamdag wil zeggen je patroonheilige, als die dag een kerkelijke feestdag is, dat, als die gevierd wordt, dus twee keer per jaar, dan moet je een rondje geven. En als dat rondje gegeven wordt, dan spreekt de president, die spreekt dan een woordje. En
dat doet hij altijd op zijn eigen manier. Hij lardeert zijn speeches met veel Frans. Dat hoort ook bij dit Limburgse cultuurpatroon. En ook bij zijn leeftijd werd er in die tijd nog veel in bepaalde kringen werd nog wel een beetje Frans gesproken. Hij spreekt het ook goed. En dat geeft een, ja, toch een bijzonder cachet aan zo'n speech. Daarna wordt het dus Lang zal zijn leven gezongen. En met dat Lang zal zijn leven zingen, daarna komt de hiep hiep hoera. En dan treedt onze hieper, die treedt dan op. En die doet dat hiep hiep. Terwijl wij dan het hoera, hoera, hoera zingen. Waarbij ik dan nog even dat probeer een beetje in het Russisch dubbel te doen. Zoals bij een Russische parade van Oost-Duitsland. Dat spreekt mij aan. Ik vind die parades met die bijzonder stijf en inspannend zijn. En waarbij je dan, je ziet dan dat de jonge mensen zich dan die spanning van zo'n parade ontladen in dat krachtig hoera, hoera roepen. Dat, misschien moet dat ook bij het kegelen wel, dat weet ik niet. Gebeurt het hier, meneer Laus? Dit is wel de plaats waar het gebeurt, ja, inderdaad. Wanneer moet het klaar? Nou, het moet elke avond moet het klaar zo omstreeks 11:30. Dan breng ik mijn coupé dan naar het kantoor van onze krant hier in Roermond. En dan gaat het per ordonnans gaat het dan naar Maastricht toe, naar het moederhuis, zoals wij schertsend wel eens zeggen. Yeah. Dat zit er weer op. Zou ik een lesje bier drinken? Nou, ik lever een elske. Doe liever een elske. Drink, hoor ik voor dich een elske en voor mij een glaasje pils. Ja, dat doen we zo. Prima. Ja. Wil je die glaasjes klaar zetten? Bij Willems geweest? Ja, ik moest er even zijn, omdat ik had nog een kleine afspraak had ik nog met dokter Hannes Hansen. Moesten we nog wat bespreken. Zo, het is een beetje later geworden. Sorry hoor, ik kan het niet helpen. Maar je weet, het pad van een chroniqueur, dat gaat niet altijd over rozen. En het wordt vaak rijkelijk besprenkeld met god mag weten wat voor spul. Oh, sorry zeg. Tja. Zijn de kinderen naar bed? De kinderen die... Zij nu naar bed, ja. Zij rusten. Want als het gaat om vragen, scherpe nivellering of niet, vergroting van de invloed van de staat of van de kans voor de individu, zoveel mogelijk wegbelasten van de inkomens of proberen ervoor te zorgen dat iedereen zelf kan blijven beslissen zoveel mogelijk over zijn bestedingen, afremmen van mensen of zorgen dat je de mensen zich kunt laten ontplooien. Beloning naar behoefte of beloning naar prestatie, meneer de voorzitter. Het lijken allemaal materialistische punten, maar het zijn het niet. Want het zijn wezensverschillen tussen het socialisme en het liberalisme. Principiële verschillen. Wij zeggen dat als je de mens zo vrij mogelijk laat, dat dat goed is voor die mens. En dat het dus ook goed is voor de samenleving. Wij zeggen dat je mensen moet stimuleren in het zelf doen. Wij zeggen dat je mensen moet aanmoedigen.
Wij zeggen dat als iemand harder werkt dan een ander, dat hij ook meer mag verdienen. Dat is niks materialistisch aan. Dat zeggen wij alleen vanuit onze maatschappijvisie. Bestaat deze zaak al? Deze zaak die bestaat in juli aanstaande 5,5 jaar. Hoe bent u ermee begonnen? Ik ben 5 jaar geleden begonnen en gelukkig kan ik nu zeggen dat ik met niks ben begonnen. Door hard werken heb ik na 5,5 jaar dit al bereikt. En die hard werken dat heeft bloed en zweet heeft het wel gekost. Hoeveel man personeel is er nu? Nu hebben we 2 man personeel. Hoe bent u eigenlijk lid geworden van de VVD? Ik ben lid geworden van de VVD op mijn 18e jaar, doordat mijn werkgever toen mij overhaalde om lid te worden van de VVD. Gelukkig een paar jaar later, toen we wat tot de jaren van stand waren gekomen, bleek dat dat het beste was wat u ooit heeft meegegeven. Niet alleen een goede kennis op verzekeringsgebied, maar ook een goede kennis op politiek terrein door mij lid te laten worden van de VVD. Verzekeringsagenten zijn VVD'ers? Ik dacht misschien dat 99% van de verzekeringsmensen, agent is een rot woord, 99% van de mensen, verzekeringsmensen, VVD'ers zijn. En waarom? Omdat wij dus totaal niet, geen belang meer hebben, dus dat het verzekeringsleven wordt genationaliseerd. Wel bepaalde delen van de verzekeringswereld, zoals bijvoorbeeld de ziektekosten en de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar dat is ook alles. Hoe kijkt u het eigenlijk tegen de jeugd van tegenwoordig aan? Nou, de jeugd van tegenwoordig, ik ben zelf ook nog ontzettend jong, maar ik ben 28. Maar het is dus zo dat de jeugd van tegenwoordig, en daar versta ik dan onder jeugd 16, 17 jaar, totaal niet meer kan begrijpen. De denkbeelden van sommige jeugdigen, die zijn mij totaal vreemd, helemaal. Wat is het schokkende of zo ervan? Nou, het schokkende is natuurlijk het morele verval van de jeugd. Als je dus bijvoorbeeld ziet hier rond dat een bepaalde gekraakte panden, de jeugd, hoe die daar samen woont en zo, nou, dan vraag ik me af, moet dat nou allemaal wel? Nou, ik mag wel zeggen, dit is echt een bruin café. Het is niet het enige bruine café in Roermond. Er zijn er een stuk of 4, 5, 6 zijn er misschien wel. Maar dit café, Café Nationaal, Café Einig, genoemd naar een vroegere firmant, dat is het stamcafé van de stad. Hier ontmoet iedereen, iedereen. VVD'ers ook? Zeer zeker VVD'ers ook, want bij een massa, bij iedereen, daar zijn natuurlijk altijd veel VVD'ers bij. Maar dit is ook clublokaal. De kastelein Henk Potker is zelf VVD-lid. En in het zaaltje hiernaast, daar houden wij onze spannende bestuursvergaderingen, mag ik wel zeggen, ja. Wat is eigenlijk de attractie van zo'n café? Moet u cafés bezoeken? Ik moet... cafés niet bezoeken, natuurlijk niet, maar ik zou een wezenloos rund zijn als ik het niet zou doen, omdat in het café daar
ontmoet de mens in een vorm van grote vrijheid, ongedwongen. En in een bruin café als dit stamcafé van een stad ziet iedereen. En daar kun je praten met de mensen. Je gaat hier naartoe met je relaties. Je gaat hier naartoe om een beetje inspiratie te vinden. En je gaat hier naartoe om de mens te bekijken in deze heel aparte vorm van vrije tijdsbesteding. Dan vang je flarden gesprekken op. Dan komt op een gegeven ogenblik een vent, die komt zo'n zaak komt binnenlopen. En die gaat naar de tapkas en zegt, nonte, tu, zegt hij, daar heb ik me toch wat meegemaakt. Godverdikke. En dan gaat zo'n man, die gaat zijn hele hart gaat die uitstorten. En het is ontzettend leuk is dat om dat te zien. Niet als een spion, niet als een verspieder die wil indringen in andermans intimiteit, volstrekt niet. Maar als een beschouwer van het leven. En het leven dat speelt zich voor een zeer belangrijk deel in deze provincie af in het café. Dat is ook voor het café. Kijk, ik werk ergens voor mijn plezier, maar de mens werkt als regel nooit voor zijn plezier. Maar ik zag u vanmorgen toevallig een Rennie slikken. Ja. Dat is maagzuur, hè? Rennie is maagzuur. Inderdaad, en ik slik er geregeld, heel veel slik ik er op één dag. Maar men leeft dus zeer ongeregeld, eten, maaltijden en zo. Men drinkt af en toe een glas bier. En er zijn natuurlijk ook spanningen, bepaalde spanningen, heftige spanningen zelfs. Die moet men dan onderdrukken. En zolang ik dat met een Rennie kan doen, en zolang ik daar geen spuit voor nodig heb met een of ander gift die ik me in mijn arm of in een dijbeen, dan ben ik toch wel tevreden met zo'n Rennie, hoor. Ja, dankjewel, Jan. Ik heb begrepen dat Limburger nogal een linkse krant is. Hoe is het nou om daar als VVD'er te werken? Nou, voelt u zich dan wel thuis? Dat zal ik u zeggen. Hoe voelt men zich thuis? Ik voel mij daar bijzonder prettig. Al mijn collega's weten dat ik liberaal ben. Dat ik lid ben van de VVD. Dat ik vicevoorzitter ben van de afdeling Roermond van de VVD. Ik loop daar bepaald niet mee te koop. En men wordt wel eens een keer op een of andere manier in het ootje genomen of een beetje gepest of zo. En dan moet je leuk tegenspel moet je dan zien te leveren. Je moet niet star zijn in dit soort zaken. Je moet soepel moet je zijn. Het is een kwestie van geven en nemen. Ik kan ook wel eens een keer in het collegiale verkeer hele vieze dingen zeggen over meneer De Uil of over andere politieke coryfeeën die mijn collega's aanhangen. En dat nemen wij over en weer. Nemen we dat dus een soepele en toch wel verdraagzame vorm van samenleven. Is u druk, meneer Beursens? Pardon, is u druk? Heb ik altijd druk mee. Waarom bent u lid geworden van de VVD? Nou, is misschien een beetje moeilijk wat ik nou wil zeggen, hoor. Ik zie het gewoon als een rem. Hoe bedoelt u? Gewoon als een rem op de hele zaak. Welke rem? Gewoon een rem op links. Huh? Wat is het gevaar van links? Het gevaar van links is... Nou, ik ben niet anti-links, hoor. Sorry, hoor. Per se niet anti-links. Mm-hmm. Huh? Maar wat is het gevaar? Wat moet gered worden? Het gevaar van links het is dat de middenstand ergens in de knel komt. Dus een dame zie ik als de VVD als een rem daarop. Klaar. Dat is mijn standpunt. De VVD behartigt uw belangen? Ik wil niet zeggen dat andere partijen mijn belangen ook niet behartigen. Maar ik zie in de VVD als gewoon als een rem op het geheel. Huh? Klaar? Thank you.
Alles zeg, moet er wat getekend worden. Nee, maar, niks, maar je krijgt 7,50. Jij krijgt 7,50. Oh, maar dat is een charmante gedachte, is dat? Dankjewel. Waar zit, die zijn charmant. Ja, ja. Waar zit Van den Berg ergens? De Van den Berg die zit daar, maar ik krijg eerst die 7,50 van jou. Oh ja. Zo kom je er niet vanaf, Jan. Ik wil toch niet van de rest gelijk een donatie maken of zo. Dat zou ook weer te ver gaan, hè. Ik heb mijn schoonvader ook overgehaald. Die logeert bij ons. Die komt vanavond ook kijken. Waar zit Van den Berg? Ja, je ziet hier niet zo goed. Van den Berg, aan, bij Wiegel. Daar heb je hem. Dag meneer Van den Berg, hoe gaat het? Alles goed? Dag meneer Breukers. 15 gulden afgehouden, hè? Dat is 15 gulden dat ik afgehouden heb. Klopt het? 15 gulden afgehouden van de 100. Ja. Hoe moet ik dat dan terugkrijgen? 15, dan krijg je terug. Even wachten. 15. Ja, we gaan maar. Gaan we. Zo is het. Alles goed? Zeg, Dag, mapje. Ja. We hebben elkaar nooit anders dan via de bielbeurs bezichtigd en dat was nog maar één tegen. Logisch. Logisch is mijn naam. Ik ben de voorzitter van de afdeling. Dank u. Bij de garderobe begint het heel erg druk te lopen, hoor. Boven loopt het ook goed. Ja. Sorry. Dus we gaan zo'n beetje straks even naar de zaal toe. Ja. Zullen we even wachten? Ja, ja. Het is 5 minuten voor, hè? Ik vind, je kunt het beste, kun je en bloc, kun je opkomen. Zo. Zeg, Nou ja, we komen in de pauze hier, ja, hè? Kopje koffie drinken. Hier. Ja. Waar ja. Heeft u voor mij bijvoorbeeld een plaatje? Zeg, ik ga nog op een vleugel zitten ergens, hè? Je zag wel van pils aan de. Aan de tafel. Daarom is het ook beter dat ik op een vleugel zit. Dan kan ik een beetje mobiel zijn. Je bent pils als kut. Ja. Godverdomme, zeg, dat ding had ik nog niet gezien. Wie gaat bij wie zitten? Ik ga helemaal op links zitten. Linker vleugel. Dat is dus rechts voor de zaal. Dat is voor de zaal rechts, is dat, ja. Meneer de voorzitter, ik spreek dan uiteraard over hoofdpunten van politiek. Ik ga niet in op allerlei blunders. We leven zo langzamerhand in een heel bijzonder land, om u één blundertje even ertussendoor te noemen. Namelijk in dit land dat een omroep waar heel veel mensen naar willen luisteren, Radio Veronica, verboden wordt, terwijl een krant die bijna niemand wil lezen wordt gesubsidieerd. Dat is een voorbeeldje van politiek. Ik praat er niet meer over. We leven, om een ander voorbeeldje te noemen, meneer de voorzitter, op dit ogenblik in een land. Ik dacht dat die krant, meneer de voorzitter, niet. En dat zijn. Had ik, meneer de voorzitter, wij zijn tegen subsidiëring aan dagbladen. En de Telegraaf heeft ook geen subsidie nodig. Het algemeen Dagblad heeft dat ook niet. De Volkskrant heeft dat ook niet. De Gelderlander heeft dat ook niet, meneer de voorzitter, om een paar andere kranten te noemen. En wij zijn van mening dat die subsidiëring niet nodig is.
Meneer de voorzitter, wil degene die hondenlul riep even opstaan? Dan zeg ik, meneer de voorzitter, dat het leuk is dat de heren zich even voorstellen. Mijn naam is, zoals bekend, Wiegel. Meneer de voorzitter, ik spreek ook niet meer over het incident van de benzinedistributie. Daar zou je 50 minuten een conferentie over kunnen houden. Zand erover. Maar ik spreek wel over hoofdpunten onze van onze oppositie zegt men is grof. En terecht. Terecht grof of zegt men het terecht? Meneer de voorzitter. Denkt u eens na. De voorzitter niet, maar u bijvoorbeeld. Als er nu zou zijn een kabinet met de VVD erin. En dat kabinet had de woningbouw laten inploffen. En dat kabinet had een machtigingswet ingevoerd. En dat kabinet had zo aangerommeld met de benzinedistributie als dit kabinet. Wat had dan meneer Den Uyl gezegd? Tweede plaats, meneer de voorzitter. Wij zijn, en dat weet u duvels goed, voor vergroting van de vrijheid van elk individu. En daarom zeggen we, geef de mensen gelijke kansen. Daarom zeggen we ook tegen de mensen, dat noemen ze ook materialistisch. Als iemand harder werkt dan een ander, als iemand meer presteert dan een ander, als iemand bereid is overwerk te doen, dan moet hij daarvoor beloond worden. Meneer de voorzitter, ik rond af. Meneer Wiegel. Meneer de voorzitter, meneer ik rond af. Laat u mij nou eens uitspreken, daar kunt u wat van opsteken, meneer. In 1958, meneer de voorzitter, verloren de regeringspartijen. In 1966 verloren ze ook. Wat er nu gaat gebeuren, zullen we zien. En wat gebeurde er na die nederlaag? In oktober 58 viel het kabinet. In oktober 66 viel het kabinet. 3 keer is scheepsrecht. Tot slot, in oprecht woord van dank aan de mensen die hun uiterste best hebben gedaan om deze vergadering kapot te praten en kapot te schreeuwen. Ik heb andere vormen van socialisme gekend. 30 jaar geleden, toen sloeg men zijn politieke tegenstanders met fietskettingen de hersens in. De beschaving is zo ver voortgeschreden dat er onfatsoenlijk geschreeuwd kan worden, maar er wordt in ieder geval niet meer gevochten. Hartelijke dank voor uw aanwezigheid. Ik wens u wel thuis. En wie verder nog behoefte heeft aan enige informatie, kan terecht bij onze informatiestand in de foyer. Goedenavond, mag ik een biertje hier en ik sterf van de dorst.